Ja, nou, het is dus een glijmiddel. Ja. Maar het is niet alleen een glijmiddel. Oké, dan kom ik even verder op praatje. Het is een glijmiddel. Zolang het smeerlammen zegt, blijft het glijden. Want als je je handen van aftrekt, trekt het in. Dat is natuurlijk bij de seks heel erg fijn. Als je op en neer gaat, is het ook fijn dat het een beetje meer meegaat. Als je dode punten... Nou, daar heb jij dan niet zo last van. Als je dode punten in je haar hebt. Dat is heel erg fijn. Als je eczeem of gevoelige huid hebt, is het een heel fijn middel. Ook als je roestvrij staal wil schoonmaken, je wieldoppen van je auto, dan glimt het hier daarna weer helemaal van. Dus maar officieel is het natuurlijk gewoon een glijmiddel. Maar dat zijn alle dingen die je ermee kan doen. Ja. Oké, en dan gebruik je dit erbij. Oké, dit is dus een cockring. Er zit een triller bij, dus dat stimuleert de man dan extra. En als het natuurlijk bij de vrouw komt, heeft de vrouw er ook nog wat aan. En dan heb je natuurlijk de glijmiddel nodig. Anders is het een beetje stroef allemaal. Stel, we houden het 4 dagen met elkaar vol. Dat is gewoon een uitdaging aan mij. Dan kunnen we dat eventueel nog doen buiten de deur. Dus buiten dit huisje. Ik had dit niet verwacht. Nou, dit is Let's Talk About Sex. Dus als we eruit gaan, dan kunnen we nog zo diep in ons seksleven toe elkaar beter leren kennen. Dus dan heb je een heel compleet pakketje. Dan kunnen we ons nog even mee uitleven, denk ik. Superleuk cadeau, dankjewel. Oké, deze kan. En dan mag ik jouw cadeautje. Moet je er nog iets bij vertellen? Ik heb een kaartje en dat leidt het cadeautje in. Oké, zelf geschreven. Ja. Hoi onbekende, wat leuk en spannend dat we samen dit avontuur aangaan. Ik heb alvast een passend cadeautje meegebracht, zodat we dezelfde taal spreken. Liefst Kevin. Ik hoop niet dat het iets Engels is. Nee hoor. Oké, ik kan niet zo goed Engels. Ik ook niet. Gelukkig. De 5 talen van de liefde. Oké. Oh, ik moet wel gelijk zeggen, ik ben niet zo'n lezer. Heb je zelf gelezen? Nee, ik heb het ook niet zelf gelezen, maar ik vond het een passend cadeau. Ik geef me iets wat je zelf niet hebt gelezen. Ja. Oké, super. Nou, top. Ah, kijk eens. Oh, wauw, het is heel fucking mooi zeg. Oh, het is hier wel koud. Ik dacht heel even, condoom zou wat naar het kastje leggen, maar dat zijn oordopjes. ik slaap sowieso in bed. Wil je ernaast liggen? Erbij? Dan mag jij bepalen. Ja, je mag er zo. Ik ga sowieso in bed. Als je op de bank wil, moet je zelf weten. Maar ik ga sowieso in bed. En je mag er natuurlijk bij. Nou, dan doe ik dat. Oké, nou toch? Niet onder mijn rokje kijken. Nee, dat zal ik niet doen. Ik vind het wel een leuke match tot nu toe. Want ik had aangegeven dat ik zelf was leuke match. Teruggetrokken ben af en toe. En dat ik het wel prettig vind dat iemand lekker spontaan is. Oh. Dat klopt wel. Als ik merk dat iemand bijvoorbeeld heel stil is, dan ga ik nog meer praten om dan het te vullen, weet je wel. Ja. Want ik heb ook tips gevraagd van vrienden natuurlijk. Ik moest niet te enthousiast zijn, want dan kon ik nog wel eens een beetje eng overkomen. Dus ik ga natuurlijk gewoon zo stil zitten. Dat ik denk, oké. Maar dan weet je dat vast. Ik vind het juist wel leuk. Ik kan 24 uur lang met elkaar doorpraten als moet. Waar kom je ergens vandaan? Ik kom uit de Achterhoek. Dinxperlo. Waar kom je zelf vandaan? Hengelo. Zou je wel verhuizen, hè? Naar Dinxperlo? Maar misschien wel. Ben je gebonden aan je plaats? Nee, niet echt. Zou je helemaal naar Friesland komen? Ja. Is niet, hè? Maar zou je dan verhuizen naar Friesland? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Oh, ik kan je zeggen dat ik het niet ga doen. Ik ben al wel vaker verhuisd voor de liefde. Dat is mij nooit bevallen. Heb je al zo'n relatie gehad? Ja. Zo'n 8 jaar. En jij? Ja, ik heb al wel echt heel veel relaties gehad. Maar elke keer, maar ja. Waar noem je heel veel? Ja. Echt serieuze relaties, denk ik wel een stuk of 5, 6 of zo. Maar ik kan het gewoon niet vinden. Ik heb gewoon denk ik zelf best wel veel karakter. Dus iemand het wel een beetje meegaan met mijn flow, laat maar zeggen. Ik wil graag een beetje graag dat het gaat zoals ik het wil. Ik heb nog nooit een man zonder haar gehad. Dus ik moet er wel even aan wennen. Ja, ik zelf ook. Ja? Ja, ik vind echt niks. Je kunt gewoon naar Turkije gaan, laat je van die implantaten zetten. Ja, ja, dat is wel iets wat ik wel wil in. Ja. Echt? Ja, serieus wel. Ja. Zit je er zo mee dat het kaal is? Als je mij zou vragen, wat is je grootste onzekerheid, zou dat het zijn. Echt? Ja. Oh nee, dat zou ik echt niet... Nee, ik vind mezelf ook gewoon niet mooi staan of zo. En ik ben gewoon gewend om lange haar te hebben. En wat had je hiervoor dan? Ja, nou wel wat langer, maar dan... Gewoon stekeltjes? Of nee, het wel iets opzij. Gewoon maar niet helemaal strak opzij of strak naar achteren, dat niet. Wel een beetje losjes. Ik kan me dus ook echt totaal geen indenken hoe je eruit zou zien met haar. Nou, ik nog wel. Ja. Hoe belangrijk is seks voor jou in een relatie? Ik vind seks super belangrijk. Echt heel... Had je denk ik ook niet anders verwacht, maar... heel erg belangrijk.
En als mijn pa er dan niet zo over denkt, weet ik niet of wij wel samen een relatie kunnen hebben. Dat klinkt misschien heel oppervlakkig. Maar ik wil graag ook nog seks hebben als ik 70 ben. Als dat nog kan, hè? Als mijn knieën dat toelaten, dat ik met 70 nog steeds seks. Ik zou niet met iemand kunnen leven die aseksueel is. Die vond geen seks wil. Het zou ook niet mijn ding zijn, denk ik. Waar word jij het liefst gezoend? Ik heb hele gevoelige oren. Je hebt gevoelige oren? Ja, als ik bijvoorbeeld als je uitgaat. En ja. Mensen gaan heel de tijd tegen mij om en al praten. Dan kan ik dan zo een beetje opgewonden raken. Want dan denk ik, oeh, weet je wel, maar even niet. Ik snap dat heel goed. Ik voel me nu al op mijn gemak. Merk je dat ook? Of dat niet? Ja, sowieso meer dan aan het begin natuurlijk. In het begin was ik heel nerveus. Daarna ben ik wel redelijk mezelf. Ja, dat is ook gewoon goed. En ik merk wel dat ik, als het dan bijvoorbeeld stil is, heb ik het heel erg het gevoel dat ik het moet invullen. Dat ik het moet leiden of dragen. Bij mijn ex ook altijd gevoel dat ik altijd initiatief moet doen. Dat het van mij kan komen in de seks, maar ook gewoon in een normaal dagelijks leven. Zullen wij dit doen? Of zullen we dit gaan doen? Of zullen we dat? Weet je wel? En dan voelt het nu weer zo. Ja. Ja. Dus wat een soort planning? Wat willen we allemaal nog doen? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Op welke momenten mis jij het hebben van een partner het meest? Op het moment dat ik alleen ben. Zoals zondag, als ik zeg maar bij mijn ouders slaap heb, zaterdagnacht, wat ik wat gedaan heb. Ik kom zondag thuis, ik heb de hele avond nog alleen. Ik heb het juist meer met de dingen samen doen. Bijvoorbeeld naar de bioscoop, het eten. Ik doe nu alles vaak of met mijn moeder of met een vriendin. Dan denk ik, dit zou ik wel juist graag met mijn partner willen doen. Dat alleen gaan, dan kan ik heel goed. Vind jij dat ik de eerste stap moet zetten, waarom wel of niet? Nee, ik vind niet dat iemand dat per se moet doen. In beide gevallen niet. Ik ben dan denk ik wel heel erg traditioneel. Wil je laten trouwen? Niet per se. Ik zou echt nee, even nooit mijn man te huwelijk vragen. Omdat ik vind dat traditionele dingen dat hij mij moet vragen. Dat is voor mij helemaal geen ding. Ja, weet je, als ik hoef me eigenlijk niet per se te trouwen. Ik wil gewoon dat super grote feest. Dat alles aan mij draait, dat iedereen voor mij komt. Om mij? Wat? Voor ons dan, sorry. Ja. Hoe voel je je nou vandaag? Voel je je anders dan gisteren? Ik voel me goed. Niet gespannen, op mijn gemak. Dus dat is positief, toch? Vind ik positief in ieder geval. Die is van jou. Ja, ik zie het al, echt helemaal mis. En jij? Anders dan gisteren, zelden dan gisteren? Ik heb juist omdat dat ik... Jeetje, hoe zeg ik dit dan weer? Ik voel me juist minder allemaal gemaakt dan gisteren. Weet je wat best wel gek is? We hebben 24-7 uur bij elkaar gezeten. We hebben best wel veel gepraat. Maar ik heb het gevoel dat je echt helemaal niet echt veel over mij weet. Klinkt dat gek als ik dat zeg? Je weet eigenlijk helemaal niet zo heel veel over mij. Nee. Je weet helemaal niet wat ik leuk vind. Moet je even kijken? Want ik hou er niet van als dat zo heel donker is. Ik wil het niet meer bemoeien, maar de meest lichte wil ik als je... Oh, die zijn nog best bruin. Eet smakelijk. Smakelijk. Moet ik het even uitleggen wat het moet? Je drukt het klipje, drop je naar beneden. Oh, en dan kun je hem zo over. Ik heb dat wel geleerd ook. Ja, dus als je vaak naar Mathilde gaat, dan weet je zulke dingen. Lang leven de liefde is vrij.